Jullie kennen hem allemaal, de hashtag FitGirl. Maar wat moet je nou echt doen om in shape te komen? Iedereen kent wel die hashtag FitGirl trend, oh, toch? Oh, daar hadden we het over. Ja. Wat vinden jullie daarvan? Ja. Ja, vreselijk. Ik ben er wel bekend om, maar ja, gezien mijn size hou ik me daar helemaal niet mee bezig. Ik heb toevallig net vanochtend gebodypumpt een uurtje. Heel irritant vind ik dat. Waarom? Ja, weet ik niet. Waarom moet je aan iedereen laten zien dat je een fit girl bent? Ik weet niet in hoeverre het echt gezond is, want iedereen is tegenwoordig fit. Er is een verschil natuurlijk van, ik wil gezond gaan leven en ik doe er alles aan om dat te doen. Dus ik ga inspiratie op doen wat andere mensen doen. En je hebt mensen, oh nee, ik eet quinoa omdat Faya Louden zegt dat quinoa goed voor je is. Terwijl ze helemaal geen besef hebben van wat het nou eigenlijk met je doet. En ik zelf vind dat voeding per persoon anders ligt. Dat geen dieet voor iedereen kan zijn. Hij vindt het echt bullshit. Ja, ik vind het echt bullshit eigenlijk. En Jort, wat vind jij? Dat mensen tegenwoordig veel meer bezig zijn met het ontwikkelen van een gezonde levensstijl vind ik super. Wat ik vooral belangrijk vind is wat je einddoel is. Ik denk dat afvallen aan zich niet je einddoel moet zijn. Het gaat veel meer om dat je een gezonde levensstijl ontwikkelt. En dit kan ook inhouden dat je in ieder geval elke dag minstens een half uur hartslagverhogende inspanning levert. Het kan fietsen zijn, maar het kan natuurlijk ook seks zijn. Weet als je gaat sporten dat spieren meer wegen dan vet. Dus het kan best wel zijn dat je niet meteen afvalt. Maar wat veel belangrijker is om te weten, is dat door het sporten je buikvet vermindert. En buikvet, dat is juist hartstikke ongezond. We zijn zelf ook lekker aan het fitnessen. We gaan naar een festival in Kroatië, waar we in bikini en zo. Dus het is wel handig als je niet soort van, hallo. Maar we merken dat het in de praktijk moeilijker is dan... Er zijn zeker nog geen fit girls. Ik vind het namelijk soms nogal lastig om me naar de sportschool te slepen. En, nee, sporten absoluut niet. Geen Rens, Kroes, Faya, Laurens voor jullie. Ik noem mezelf geen fit girl, maar ik sport wel 2 à 3 keer in de week. En ik fiets 20 kilometer per dag. Maar ik gooi dat niet per se op social media. Ik kijk gewoon in de winkel bewust wat ik koop. Dus waar minder koolhydraten in zitten, et cetera. Ik eet bijvoorbeeld ook geen aardappelen meer of dat soort dingen. Er wordt de laatste tijd veel gesproken over koolhydraten, eiwitten en vetten. Wat is nou goed, wat is nou slecht? Het zijn alle drie belangrijke bestanddelen van onze voeding. Koolhydraten zorgen voor energie. Eiwitten zorgen voor een belangrijke bouwsteen in ons lichaam. En vetten zijn belangrijk als bouwstof, maar daarnaast ook als energiebron voor langdurige sporten. Dus een uitgebalanceerd dieet is heel belangrijk. Denk eraan weinig suiker en voldoende kleur. Denk aan groenten, fruit en noten. Maar wil je voor spieropbouw gaan, denk bijvoorbeeld aan de trend van de blokjesbuik, dan moet je vooral veel harder trainen. En zorg er daarvoor dat je wel voldoende bouwstoffen hebt om die spieren op te bouwen. Dus heb voldoende eiwitten in je voeding. Denk bijvoorbeeld aan kwark. Wil je afvallen, dan moet je rekening houden met de calorieën die je binnenkrijgt. In Nederland wordt voor de vrouw geadviseerd om 2000 calorieën per dag binnen te krijgen. Wat is jullie tip om fit te zijn? Gevarieerd en gezond eten. En af en toe sporten. Maar niet alleen maar gezond, af en toe gewoon chocolaatje en gebakje. Goed je groenten eten. Ik wil ook lol in mijn leven hebben, want als ik morgen dood ga, dan heb ik tenminste een frietje gehad. Ja, al die Vespa's in de ban, weet je wel, dan gewoon lekker fietsen. Maar het is alles met mate. Doe wat je lekker vindt, maar gewoon niet te veel, toch? Wat ik vooral belangrijk vind, gevarieerd en gezond te eten. Niet te veel te eten, kleinere porties maken en vooral veel bewegen. Heb jij ook een vraag voor Dr. Jort? Nou, zet hem dan hieronder in de comments.